the Lord thy God. Yep. Talking to you. Like a crazy person from the desert. Go with your intro. Ben je nou weer hem? Nee, het is nu pas opgenomen. Oké. Okay. Ik ben meneer De Groot en jij bent, hoe heet die man ook weer? André van Duin. I am the Lord thy God. Ich bin dein Herr, dein Gott. Der dich aus das Land. Je hoeft niet in het Duits, man. Kom, zeg gelijk in het Nederlands. Oké. Okay. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte heeft gehaald. Ja, en bondage, hou je ook van bondage? En, ik heet toch wel bondage? Nee, en ja, nee. Hey, hey. The house of bondage. Mij moet je aanbidden. Oh, the house of bondage. Oh, op het Nederlands. The house of bondage, wat betekent dat? The house of bondage. Is dat een hoerenhuis van, hoe heet het ook weer, BSM'ers? Maar dat is gebruik, ja. BDSM heet het. House of Bondage. BDSM'ers, ja. Ja, nee, maar je weet hoe gek ik ben wat dat betreft. We hebben het laatst gehad over een heel ander boek wat niet in de Bijbel staat. Ja, daar gaan we niet van afdwalen. Waarvan ik want zei dit dat... ging over Bijbel lezen en jij bent mij aan het interviewen. Ja, oké. Okay. Bijbel lezen, waar is het goed voor? Vrijkomen van de bondage is een lullige vertaling. Slavernij. Slavernij. Ja, maar slavernij, dat weet jij ook, net zo goed als ik. Want heeft de Bijbel, veroordeelt de Bijbel de slavernij? Vraag. Hier staat dat de Heer, onze Heer, ons los heeft gemaakt uit het huis van slavernij. Uit Egypte. Ja. En dit is Exodus volgens mij. Ja. Dus ja. Maar als je dan verder kijkt in de Bijbel. Nee. Als je de Bijbel leest, dan begin je bij het begin. Als het maar niet mensen zijn uit hun eigen bevolking. Dus je mag best slaven hebben. Als het maar geen Joden zijn. Dit heet afdwalen, mijn vriend. Nee, dat is duidelijk. Ik ben ook even stil en ik moet even vragen over je stellen. Wat vindt de Heer de Heren, zoals jij hem noemt, van slavernij? Is dat nou wel of niet moreel verantwoord? Er zijn mensen niet, en die... Niet uit deze tekst, maar... Je valt me in de reden. Ik haper even, ik stotter even. Ja? Slavernij is niets meer dan dat je moet werken. En dat heeft te maken met een sociaal contract of een whatever dat je aangegaan bent. En dat heet slavernij. Oké, dus je moet werken. Mm-hmm. En wie bepaalt dat ik moet werken? Nou, jij bent tegen wil en dank vrijwilligerswerk gaan doen. Oh, tegen wil en dank? Ik doe geen vrijwilligerswerk trouwens. Oh, mooi. Ik doe participatiewerk. Dat is een ander verhaal. En waarom doe je dat?
Omdat mensen, en ik trouwens ook, vind dat een ieder moet meewerken aan alles wat er gaande is. Ja, ik wacht op jouw antwoord. Ja, ik denk even na over een goede vraag. Nee, maar ik stel de vraag en jij geeft het antwoord. Oké, kom maar op met je volgende vraag, man. Oh. Oké. Oké, je moet niet neerbuigen voor beelden. Dat ben ik met je eens. Maar waarom is hij de enige God anders dan die beelden? Nou, omdat God staat gelijk aan ons taalkundige begrip niets, oftewel het veld. De 20e eeuwse... U niets ben een jaloerse niets. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. En dan zegt hij ook nog dat hij de iniquity, dat betekent de onrechtvaardigheid of de onrechtmatigheid van de vaders tot de kinderen tot het derde en het vierde. Iniquity betekent... Huh? Huh? Vertel maar. Iniquity betekent... En zoals ik het ken, ja, is het onbalans. Ja, ook goed, de onbalans. Huh? En die worden doorgevoerd door het derde en vierde geslacht. Van degene die dus, hem haten. Dus alles wat jou is overkomen... heeft jouw bedovergrootvader veroorzaakt. Ja, weet je. Nou, dat komt het eigenlijk op neer. En is ook zo. Ik heb met mijn kind heb ik het erover gehad. Ik heb tegen mijn kind heb ik gezegd... kijk, wat je moeder doet, dat mag niet. Wat je grootmoeder van moeders kant doet... en van mijn vaders kant is ook niet zo best... Jij moet het stoppen. Jij gaat wel lief doen tegen je kinderen. Oké. Okay. Want ik begrijp dat karma wel. Karma. Ja, dat staat hier dus. Hè. Maar wat is karma dan? Ja, dat heeft te maken met generaties. Wat hebben we? Ja. Wat hebben we eraan aan karma? Nou, het zijn je generaties. Ja. Maar even kijken hoor. Ik moet ook even weer aan mezelf denken. Want het is alweer bijna 9:50. Maak maar een mooie afsluiting. Dus, alles is bijna op. Oh. Dus ook mijn gesprek. Ah, ik moet even kijken of ik nog ergens wat vandaan kan halen. In de nachtwinkel? En, heb jij een mooie wandeling, bijvoorbeeld, man? Of misschien... Ja, maar misschien hoef ik niet eens naar de nachtwinkel. Als ik op tijd ben, kan ik ook nog naar de supermarkt. Aha. Als die nog open is. Aha. En zo niet, dan moet ik inderdaad naar de nachtwinkel. Ja, dan moet ik echt opschieten. Ja, dus dan moet ik een einde maken aan dit gesprek. Een hele mooie afsluiting. En omdat Marco snel weg moet, zeg ik nu op zijn hamburgers, tjus. En dit was de zevende samenvatting. Ja, de zevende samenvatting. Leer er wat van. Dit was de openbaring van... Marco. Oh god. Perry.
En de openbaring van Marco en Perry. En dag, lievers.